Hey, welkom terug bij een nieuwe Vivo Gamers Maat over computers en games. Hey allemaal, en welkom terug bij een nieuwe Vivo Gamers Maat weer met een nieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over mijn fascinatie in Japan. De fascinatie die ik heb in Japan, dat is een heel moeilijke vraag voor vele YouTubers om te denken. Want het is ook niet bekend of mensen van Vlies bijvoorbeeld daar een fascinatie hebben. Want Kees Momo is ook zo'n type die heel erg veel over Japan weet. Over hoeveel de Japans leren. Dus Konnichiwa desu kurai, gotro. Dus maar in ieder geval, het is wel zo dat Japanse tegels, dat was ik me opgegroeid in de tijd toen ik kind was. Ik was een jaar of, toen was een jaar of zeven toen ik al geïnspireerd raakte in de stijl van manga's en NBC's. En ik kreeg toen de tijd Dragon Ball Z en Pokémon en Gundam en noem maar op. Tien van die goosjes die ik echt leuk vond. En ik keek toen op Cartoon Network en toen ook een keertje op Fox Kids. Dus en later ook nog was ik in jaar 14 en toen opeens kom ik achter, we opgenomen als Japans. En toen dacht ik dan, Bakari desu! Dus ja, ik weet niet precies hoe dat inhoudt. Dus, maar in ieder geval, het is wel zo dat Japanse tekenfilms Japans praten. Zoals bijvoorbeeld Fantasy Naito Taka. Dus Japans is een moeilijke taal om te leren. Dus ik wil het ook misschien heel graag leren in die taal. Maar dat doe ik een beetje met NBC's kijken. Dus maar het is ook heel erg leuk en heel inspirerend als je Japans een beetje in je ogen kijkt. Van hoe reageren mensen op elkaar en hoe de taal is echt ontzettend moeilijk te leren, maar toch, sommige woorden die ken ik wel een beetje. Aniki-chan. Dus Aniki wil zeggen dat je gewoon boer refereert tot een grote liefdeheid. Als je iemand heel erg lief als boer vindt, of boer vindt, noem je altijd Aniki-chan. Dus Aniki-chan te volgen, maar het zijn wel woorden die wel heel inspireert in de tegelgeschiedenis. En daarom staan ook vaak Japanse spelletjes in de Japanse boelgames. En die Japanse LP-platen. En noem maar op. Dus ik vind het bijzonder dat Japan gewoon. Ik vind de tekens mooi, wat je kan zien. Dus en Nederland is onzeker of Japan en MEC's bijvoorbeeld. Die tekens, dat ze daar heel erg breed raken. Want kijk, het is maar. En zo kun je dan denken, Kishmoma, dat Kishmoma toen Japans ging leren op mijn schriftje. En die deed allemaal tekens. Nou, als ik gewoon taal pak, pak ik ook vaak tekens op wat per wiki op welke actie die kun je Japans wil noemen, is dan Engels. Zoals Prison Whitefold, die dacht met mijn Savors, noem vaak altijd jou dan die kennen altijd. En dat is wel best wel een beetje, dat kinderfilms worden gerefereerd met Engelse namen, tot Japanse namen. Maar dat is een uitzondering, want kijk, MEC is die waarin de voor jonge schrijvers bedoeld zijn. Dus altijd vaak krijgen we dat de namen altijd moet vallen voor het Engels. Dus bijvoorbeeld, daar heb je heel veel bij Beyblade of snel Beyblades. Takio Kanomiya, dat is die pas een naam van Tyson Granger toevallig. Dus maar in ieder geval, het is wel bijzonder dat Japanse series, audition in mijn generatie, er ontzettend meer op focus zijn. Want ze vinden het zo'n nieuwe generatie. En Kees Momo is een beetje meer met de oude cultuur, niet met schrijven en dieren. En zowel met andere soort tradities. Maar ik heb het echt meer met manga's zo, met manga's en MEC's zo. Zoals ook die zit hoe de kaart bijvoorbeeld uitzien. Want veel mensen in klein, over MEC's zo vonden, het ziet echt niet best uit. Maar dat is ook de kracht om samen zoeken als tegenstellen.
Dus je grote ogen, die maken in ons, maken een begrip op dat NBC's op alle een westerse betekenis heeft. En vroeger in de jaren 40, jaren 10 hadden ze nog Chinese ogen in tekenfilms, NBC's en manga's. Dus ook Samsuka bracht die ook wel die deksel op dat er een ras kon plakken op elk papier. Of op per computer. Of dat je bijvoorbeeld dat de tekenfilms echt als een comedy wordt uitsmijt. Wat Disney ook toeval gaat. Wat Disney ook toeval gaat, Disney. En dat vind ik echt bijzonder aan die cultuur. En vooral hoe ze mensen voor de betekenis gevonden worden. Bijvoorbeeld Jan of Tan of Oyusama of Senpai of Sensei. Ik vind het heel bijzonder dat die Japanse woorden gewoon zo enorm veel geworden is over. Normaal gesproken zeg je woorden niet echt tegen mensen die ik op het werk ken, maar soms dan doe ik het wel mee. Soms. Ik vind het een heel bijzonder stel om dat te refereren, want kijk, ik zeg altijd Japan is zo'n mooi land, echt, ik wil ook heel erg heen. Aan het vliegen van vliegtuig naar Schiphol toe naar Japan, dat is echt een dag vliegen, man, echt. Dat kan ik echt niet, helaas, want dan moet je echt een hele dag slapen in een vliegtuig. Nou, dat is mij altijd moeilijk genoeg om erover, want ik vind het leuk om Japan te kijken, op internet, hoe die shops eruit zien met al die Japanse teksten en al die logo's, noem maar op. Ik vind het zo'n mooie simpele generatie om dat te beleven. Vooral hoe ze praten en hoe ze manga's kunnen verstaan als echt de invloed van Japan. En de cel die gewoon echt ieder uur wordt genomen. Ik ben heel erg bezig met een project vanavond van mijn Stafford Bell Network. Alleen, ik kan niet programmeren en daar heb ik echt mensen over die dat kunnen helpen. Alleen, de vraag is niet meer, wie kan dat? Wie kan zoiets doen? En wie kan een mijn Bell Network maken? Dat is de vraag. Maar je moet heel veel probeerstel doen. Bijvoorbeeld die VT Modifier en de Navi Customizer en heel veel dingen die moeten veranderd worden in mijn spel. En daar heb ik echt veel mensen nodig om dat te maken. Alleen dat is een heel klus. Je moet echt overal mensen maken. Weet oudste deuren voor deuren. Bijvoorbeeld de deur van de buitenkant en de deur van de binnenkant. En zowel de dynamische wereld dat je gewoon kan teleporteren in een andere locatie. Of dat je gewoon kan. Ja, het is een heel moeilijk project. Ik heb een heel goed project aan de brug. En dat is jammer, want Harmen is meer van Boe Harmen. Zeg maar gewoon Poeswap. Is meer geïnteresseerd in de dingen als simpele spelletjes. Een beetje mee met Atari en zo. Maar ik heb het meer bij Game Boy DS. En, of Super NES of NES. Op PlayStation 1 of gewoon op PlayStation 1. Maar dat is heel moeilijk om dat zo te maken. Want dat zijn grote spellen die je gemaakt kan maken. Bijvoorbeeld Pokémon, Crash Bluefall. Dat is een heel goed spel. En ik heb dan hierbij een Pongree, dat je gewoon Pokémon's kan farmen op een ruilen via wifi-connectie. En dat is een heel moeilijke klus om dat tegenover te stellen, want het is heel moeilijk om een spel te maken en dat is heel lastig, want één ding wel zeker, ik ben goed in tegen de sprites, maar een spel maken, ja, dat is een hele klus om het te doen. En Japan is wel een heel goed land en de prestatie die daarin wordt, heeft me echt heel veel gedoven. Want de karakters zijn ook heel erg genezen in elkaar. Bijvoorbeeld, je kunt de karakters op jonge leeftijd maken, of puberleeftijd of kinderleeftijd. Dus bijvoorbeeld, als ik kijk naar Max is als het gevaar op de wereld. Bijvoorbeeld in Quark Comics, ze maken een blad voor kinderen. Mermen en Pompen zijn er verantwoordelijk voor. Of baby's ook nog. Maar dan heb je echt een inspiratie van een Marseille waarin een kind als avontuurlijke strijder wordt genoemd. Die gewoon de kampioen worden van
van de hele wereld. En denk maar Seaford en One Piece en Naruto. En die zijn meer geïnspireerd op de afwijking van Saiyan series. Dus dat gaat echt op de leeftijd van 15, 16, zo'n leeftijd van karters. En dat heeft iets nog spannender gemaakt, ook nog zelfs. Ik heb dan meer gezien als Budem en Code Geass. En Karasjevorm. En ja, die hebben echt een leeftijd voor 17, 16, 15, 30 karters. Als ze gewoon door een robot worden bestuurd. Omdat ze een krachtige invloed hebben op een robot. Die ze kunnen aanvallen voor bepaalde situaties. En dat vind ik best knap, want ik heb de serie van Garandon en IJsselder ook in de serie wil maken. Dus een verhaal schrijven, ja, dat is zo moeilijk. En kijk, mensen moeten echt gespreid krijgen voor een verhaallijn, bepaald C. En als nu in mentor wordt toegepast, ja, dat moet je echt droomt. Maar het probleem is eenmaal, ik ben Japaner. Ik word in Japan en ik word Nederlands. En dan wil je niet bekomen door je kusvoeren. Dan ben je meer een logistisch ding daar in plaats van een... In plaats van een echte populaire manga. Maar dit was het voor mijn klimaatmaat, oké? En ik zie je tot dan!